Het aanduwen van één rood autootje zorgt ervoor dat er een heleboel gebeurt. Het autootje rijdt tegen de dominostenen aan, die vallen achter elkaar om en die vallen weer tegen een biljartbal aan, daardoor beweegt er weer iets anders en daardoor gaat het maar verder en verder en verder. Wat we hier net zagen was een zogenaamde keten van oorzaak en gevolg. En in de geschiedenis zie je dat natuurlijk ook heel vaak. Er gebeurt iets waardoor er weer iets anders gebeurt en daar reageren anderen weer op en zo blijft het maar doorgaan. Dat is iets eigenlijk ja, waar de geschiedenis misschien wel een beetje om draait. Maar dat is ook iets wat je bijvoorbeeld in je eigen leven ziet. Je valt van je fiets, dus je hebt pijn. Je hebt honger, dus je gaat eten. Zo simpel is het eigenlijk, daar gaan we het vandaag over hebben. Oorzaak en gevolg. In de geschiedenis dus heel belangrijk. Eerst even kort naar die twee begrippen kijken. Een oorzaak is een reden waarom iets gebeurt. En een gevolg, ja, is misschien, dat is eigenlijk logisch, zit natuurlijk ook al in het woord. Maar een gevolg is dus een gebeurtenis die plaatsvindt als het resultaat van een andere gebeurtenis. En zoals je net in het filmpje ook al zag, de oorzaak is, autootje rijdt tegen de dominostenen aan, daardoor vallen de dominostenen om, dat is het gevolg. Maar doordat die dominostenen omvallen, begint vervolgens weer de biljartbal te rollen. Dus een gevolg kan ook weer een oorzaak van iets anders zijn. En zo ontstaat er dus nogmaals een keten van oorzaak en gevolg. Eerst eens even kijken naar die oorzaken, want je hebt verschillende soorten oorzaken. Je hebt indirecte oorzaken, dat zijn oorzaken die eigenlijk al langer spelen, zeg maar, die al op de achtergrond spelen. En je hebt ook directe oorzaken, die spelen pas kort van tevoren. Een directe oorzaak wordt ook wel de aanleiding tot een gebeurtenis genoemd. En bij een aanleiding of een directe oorzaak kun je altijd denken aan het spreekwoord de druppel die de emmer doet overlopen. De emmer die vult zich al de hele tijd met allemaal druppels water, allemaal indirecte oorzaken zou je kunnen zeggen. Maar er is maar één moment waarop die emmer ook echt overloopt. Dat is als net die laatste druppel wordt toegevoegd, de aanleiding. Oké, dan even kijken naar de gevolgen. Je hebt ook verschillende soorten gevolgen. Bij gevolgen kun je kijken naar eigenlijk ja, het moment waarop ze plaatsvinden. Want je hebt gevolgen op de korte termijn, die eigenlijk gevolgen die dus meteen plaatsvinden na een bepaalde oorzaak, na een bepaalde gebeurtenis. En die duren dan vaak ook maar kort. En je hebt oorzaken op de lange termijn en die duren langer of die komen pas langzamerhand op gang. Dat merk je eigenlijk niet meteen. Oké, dit is misschien allemaal nog een beetje vaag, een beetje theoretisch. Dus we pakken er even een voorbeeld uit de geschiedenis bij. En in dit geval is dat het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Een hele grote oorlog. Een van de grootste oorlogen uit de geschiedenis. Miljoenen doden. En de vraag is eigenlijk, ja, hoe heeft dat plaats kunnen vinden? Waarom zijn mensen die oorlog begonnen? En daar gaan we dus eens even naar kijken. Oké, dus we hebben de gebeurtenis, in dit geval het gevolg. In augustus 1914 begint die Eerste Wereldoorlog. Een aantal grote landen in Europa verklaren elkaar de oorlog. De vraag is natuurlijk, waarom doen ze dat? Wat zijn de oorzaken daarvoor? Nou, en hier zul je heel snel al het verschil zien tussen indirecte en directe oorzaken. Want de Eerste Wereldoorlog begint dus in augustus 1914. Maar de oorzaken, die spelen al veel langer. Want in 1871 heeft Frankrijk namelijk een belangrijke oorlog van Duitsland verloren. En vanaf dat moment wil Frankrijk al wraak op Duitsland. En een andere oorzaak die zo vanaf ongeveer 1900 speelt, is de zogenaamde wapenwedloop. Verschillende Europese landen die steeds meer wapens aan gaan schaffen, die steeds grotere legers gaan krijgen. En ja, die wil je natuurlijk op een gegeven moment ook gebruiken. En dat is ook een van de redenen, een van de oorzaken dus, voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. En nog zo'n oorzaak, het zijn ze lang niet allemaal, maar nog een oorzaak is ook vanaf 1900 zie je dat nationalisme heel sterk opkomt. Verschillende landen die ja, zichzelf belangrijk gaan vinden, die hun eigen volk belangrijk gaan vinden en die graag willen laten zien aan de rest van de wereld hoe goed of hoe sterk ze wel niet zijn. En zo zie je dus dat iets wat pas in augustus 1914 begint, al oorzaken heeft die meer dan 40 jaar daarvoor zijn begonnen. Zoals dus die Franse wraak op Duitsland. Dus dat zijn allemaal, wat we hier links zien staan, zijn allemaal indirecte oorzaken.
Maar toch moet er dan op een gegeven moment iets zijn waardoor uiteindelijk die oorlog ook echt begint in augustus 1914. Er moet dus een directe aanleiding zijn. Waarom begint die oorlog niet in 1913? Of in 1915? Waarom begint die niet in januari 1914? Nee, waarom nou augustus 1914? Daar is dus de aanleiding verantwoordelijk voor. En de aanleiding in dit geval is de moord op de Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand. Dat zorgt er eigenlijk voor, dat is de druppel die de emmer doet overlopen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat dus al die landen die al een hekel aan elkaar hebben, omdat ze wraak op elkaar willen, omdat ze steeds grotere legers krijgen, omdat ze zichzelf beter vinden vanwege dat nationalisme, dat ze dan elkaar de oorlog gaan verklaren. Oké, dus we hebben hier al op een rijtje staan de indirecte oorzaken, dat speelt dus op de achtergrond. Dan is er op een gegeven moment dus die moord op die Oostenrijkse kroonprins en daardoor breekt die Eerste Wereldoorlog uit. Nou, dat is meteen een direct gevolg. Een gevolg dus op de korte termijn. Wat is dan een gevolg nog op de lange termijn? Nou ja, dat valt eigenlijk al wel een beetje te raden, of het lijkt heel logisch. Die vijandschap tussen Frankrijk en Duitsland, die blijft natuurlijk bestaan. Dat blijft maar doorlopen. En hier hebben we dus een aardige keten van oorzaak en gevolg in de geschiedenis.